Beste kijkers, welkom vanuit een veel te stil Amsterdam bij dit eerste online Zweco-college. We nemen jullie het komende uur mee in de impact die het coronavirus heeft op gebiedsontwikkeling. De afgelopen maanden is er veel veranderd. Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben ons leven in korte tijd op zijn kop gezet. Het ruimtegebruik en de beleving van onze steden is opeens drastisch veranderd. Dit zet ons aan het denken over de inrichting van de steden en samenlevingen van de toekomst. Zijn de huidige maatregelen van langere duur? En gaan onze steden er in de toekomst misschien anders uitzien dan we tot nu toe dachten? In het 10-jarige kennisprogramma Urban Insight onderzoeken we deze vragen. Het Urban Insight programma is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis over de steden van de toekomst. Onder andere middels deze Zweco-colleges. De antwoorden op de vragen die in de huidige crisis opduiken weten we ook nog niet. Niemand weet deze precies. Maar we vinden het wel belangrijk om er nu al over na te denken. De aanwezigheid van besmettelijke ziektes in steden is niet nieuw. Al eeuwenlang duiken er ziektes op die de samenleving ontwrichten en leiden tot gezondheids- en economische crisis. Pas in 1901 werden met de Eerste Woningwet gezondheid en volkshuisvesting serieus aan elkaar gekoppeld. De overheid kreeg macht en middelen om wijken drastisch aan te pakken. Er ontstonden in die tijd ook radicale voorstellen voor gezonde steden. Bijvoorbeeld het tuinstadmodel van Ebenezer Howard en de Vieux Contemporain van Le Corbusier. Tegenwoordig zijn hoge dichtheid, functiemenging en een focus op internationale bereikbaarheid de gemene delers van gebiedsontwikkeling in grote steden. Paradoxaal genoeg drie factoren die de verspreiding van een virus lijken te bevorderen. Dit brengt bij mij de vraag op. Moeten we de bestaande uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling herijken? Of kunnen we als deze crisis over is weer op de oude voet verder? We hebben Ko Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, uitgenodigd om ons meer te vertellen over de impact van het coronavirus op gebiedsontwikkeling. Hij neemt ons de komende 45 minuten mee in zijn verhaal en zal daarbij specifiek ingaan op de effecten op de woningbouwopgave en de openbare ruimte. Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen in de YouTube-chat. De laatste 10 minuten zullen we gebruiken om een selectie van de vragen te beantwoorden. Voor nu, veel kijkplezier! Goedenochtend nog. Fantastisch om vanaf deze plek, waar ik heb gehoord een redelijk groot publiek te mogen gaan meenemen in mijn verhaal over wat corona gaat betekenen voor de wereld en ons als professional in het bijzonder. En ik ga dat doen door de crisis zelf een beetje te duiden, voor zover dat nu kan, want we zitten nog in het oog van de storm. En vervolgens in een tweede blok in te gaan op hoe het gaat raken aan de openbare ruimte, aan de woningmarkt en gebiedsontwikkeling in brede zin. Mijn naam is Ko Verdaas, maar dat is volgens mij al gemeld, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. En daarnaast, en dat is mijn hoofdfunctie, dijkgraaf bij waterschap Rivierenland. Maar ik mag die twee functies combineren. Ik ben iemand die altijd bij een lezing heel erg graag mensen in de ogen kijkt. Dus het is ook voor mij even wennen en zoeken. Maar we hebben met de organisatie afgesproken dat jullie, en daar roep ik ook meteen toe op, vragen, meningen, wat dan ook, op de chat kunnen gooien. En dan komt dat via een appje. De telefoon ligt hier naast me, bij mij binnen. En dan houden we op het eind ook nog ruimte over voor wat interactie. Ik ga los. Ik wil toch heel even kort stilstaan bij de missie van de SKG. Dat staat voor Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Dat is de stichting waaronder mijn leerstoel hangt. En die bestaat nu al zo'n 13 jaar. En die missie die wordt gedragen door partijen van de markt, beleggers, ontwikkelaars, maar ook een Staatsbosbeheer, ook een NS en ook publieke partners, grote gemeenten, provincies en een aantal ministeries. En zij hebben als doel kennis te ontsluiten, te ontwikkelen, zodat ons vakgebied zich verder kan, kan groeien, zeg maar. En uiteindelijk toch ook gewoon ons land net iets mooier kan maken dan het nu al is. Dat hebben we ook samengevat in de agenda. Maar daar ga ik heel snel aan voorbij. Daar staan denk ik voor jullie bekende thema's op. En mocht jullie meer willen weten, ga vooral naar gebiedsontwikkeling.nu. Daar staat ook heel veel kennis en artikelen en beschouwingen. Ook over corona en hoe dat ons gaat raken. De inhoud.
Want daar zitten jullie uiteindelijk voor en ik ook. De aard van de storm, wat gaat het nu betekenen voor de woningmarkt, de openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, et cetera. En ik ga daarbij niet de rol van waarzegger of voorspeller op me nemen, want daar is het nog veel te vroeg voor. Ik ga er wel iets over zeggen natuurlijk, ook hoe anderen daarmee omgaan. Ik hoop vooral dat we met elkaar wat wijzer kunnen worden, omdat uiteindelijk de essentie van ons land ook is dat we het zelf maken, gemaakt hebben en dat ook blijven doen. De aard van de storm. Nou, u ziet hier twee afbeeldingen. We zitten nog, je zou je kunnen zeggen, in het oog van de storm. Al lijkt het ergste nu over ons heen getrokken. Maar zoals we weten, bij een storm, het oog kan dan voorbij zijn. Dan krijg je toch nog een pak regen en wind over je heen. En je kan het ook verbeelden met een kruispunt. Dat zijn metaforen die snel opkomen. Maar de kern is voor mij toch, niemand kan het weten. Dus ik wil hier, ook al ga ik best wel wat stevige uitspraken doen, dat ook wel doen op een basis van bescheidenheid. We moeten erover nadenken. Ik deel dat graag met jullie. Maar of het echt de ultieme reset is, zoals sommigen aangeven, dan wel dat we over een jaar weer back to normal zijn en we eigenlijk al heel snel vergeten dat dit een bijzondere periode is in onze samenleving en op de wereld. Wie het weet mag het zeggen, maar daar kunnen we over een jaar pas over oordelen. Toch even de storm nader bekeken, de crisis. Want het is een ander type crisis dan de vorige, die in 2008 begon. Want toen zat er heel veel lucht, valse lucht zou je kunnen zeggen, in een wereldwijd financieel systeem, wat uiteindelijk de vastgoedmarkt, maar de hele economie heeft geraakt. Je zou kunnen zeggen dat was een systeemfout. En het was ook in die zin onvermijdelijk. Dus het was een zelfgeorganiseerde crisis, zou je kunnen zeggen. Nou, daar zou je van corona misschien ook nog een boom over kunnen opzetten. Maar corona is meer iets wat ons overkomt. En terwijl de vorige crisis een correctie was op een systeem wat gewoon met verkeerde prikkels opgezet was. De vorige crisis, zou je kunnen zeggen, was dus ook een nuttige crisis. Namelijk een correctie op een uit de hand gelopen stelsel. Het dal wat erna is gekomen, dat verbeeld ik met deze grafiek. En we zijn nog steeds niet terug. Maar het is natuurlijk maar net welke cijfers je erin stopt. Die relativering breng ik ook wel aan. Maar we zijn nog steeds niet terug op het piekmoment van voor de crisis. 2. De oorzaak mag dan anders zijn. De effecten, die tonen natuurlijk gelijke trekken. Dit gaat heel veel sectoren hard raken. Ik heb hier een grafiek van jullie. Bron is Rabobank, dat hoort er netjes bij te staan. Maar die hebben een hele goede economische onderzoeksgroep. En dan zie je bij oranje de prognoses als het gaat om groeikrimp in die sectoren van januari. En dan met de blauwe stip de prognose van april, dus met medeneming van het corona-effect. En dan zie je uiteraard in collectieve sectoren. Nou, daar is het effect zeer beperkt, maar in diensten als horeca, industrie, daar kun je conclusies trekken. Dat gaat natuurlijk heel rap. Concreet kijk ik naar de toeristische bestedingen, dat er ook echt een groeisector was wereldwijd, maar zeker ook in ons land. Het boek van Ilja Pfeiffer, ik weet niet wie dat allemaal gelezen heeft, maar het is echt een aanrader. Dat laat ook zien dat het toerisme ook echt een economisch groeisector was voor heel West-Europa, omdat we onze cultuur, onze geschiedenis ook economisch kunnen vermarkten. Ook daar wel weer een relativering. Het aandeel Chinese toeristen, waar dan heel snel over gerept wordt, ook in de media, zat nog op 1% en de verdeling over provincies heb ik hem even bij gezet. Maar dat hier harde klappen gaan vallen, waarvan de vraag is of en wanneer dat weer gaat herstellen, dat maakt wel heel tastbaar wat het economische effect van zo'n coronacrisis is. Toch, maar dat is ook een beetje de aard van mijn persoontje. En er zijn ook positieve punten. En dat heeft ook te maken met de aard van de crisis zelf, zoals ik begon. Namelijk, we hadden nu geen vals systeem in de zin van een financiële sector die er heel veel lucht in had gepompt. Als het gaat om de rek van een planeet en systemen. Nou, dat was natuurlijk al een debat.
Maar het positieve punten zijn toch, en dat zie je nu ook al in de eerste analyses verschijnen. Ik zie hier trouwens op het scherm ook dat ik een coronakapsel heb, maar dat daar zal ik het met mijn vrouw nog eens over hebben. Maar dat er gewoon ook sprake is van deels uitgestelde bestedingen. Dus dat mensen even op de rem gaan staan. En natuurlijk in horeca met de dagdagelijkse dingen andere keuzes maken. Maar het zijn deels bestedingen die uitgesteld worden. En deels zich nu anders gaan richten. Denk aan de online bestedingen. Dus de macromodellen waar we mee om de oren worden geslagen. De vierde bullet. Die nemen dit soort inzichten nog niet mee. Je ziet ook innovaties ontstaan. Nou is wat ik hier met jullie doe bij Sweco al een lange routine. Maar je kan op je, niet alleen als het gaat om digitale mogelijkheden, maar ik zie ook om me heen nieuwe vormen van ondernemerschap. Ter illustratie, vrienden van ons hebben een restaurant en die waren nog voor de lockdown, hadden ze al bedacht van ja, als die lockdown er aankomt, hoe gaan wij dan verder? Die zijn met een thuismenu begonnen en van een dusdanige kwaliteit en toegankelijkheid, maar wel met een... Ja, dat je een maaltijd op je bord hebt die je zelf ook na vele kookcursussen, kan ik nu onthullen, zelf niet kan bereiden. Nou ja, ze kunnen de vraag niet aan. Dus ze kunnen het niet belopen. Dus dat zie je ook ontstaan. Het noopt ook tot zelfreflectie op, of ja, reflectie in ieder geval, op de onderliggende structuren. Dat zie je nu ook op heel veel plaatsen gebeuren. Zal ik er ook nog iets over zeggen. En ja, willen we... En dat was toch wel aan de hand, denk ik, in hele brede kringen, maatschappelijk en ook in politiek en ook bij bedrijfsleven. Soms is een crisis, en ik durf het bijna niet te zeggen, omdat dat heel snel verkeerd uitgelegd kan worden. Maar soms is een crisis ook heel gezond, even los van alle persoonlijke en maatschappelijke leed. Hè? Want ook bij mij worden vrienden en familie en kennissen getroffen, niet alleen economisch, maar soms ook door die vreselijke ziekte zelf. En toch... Door de eeuwen heen heb je af en toe zo'n crisis nodig om een sprong te kunnen maken. Zo blijkt. Wat ik vandaag niet wil doen, want ik ben ook iemand met natuurlijk wensen en idealen en hoop voor de toekomst, is het eigen gelijk gaan projecteren op die crisis. Dat zie je heel veel mensen wel doen. Ik ben daar redelijk allergisch voor. Hè? Dus mensen die zeggen, we moeten stoppen met de intensieve veehouderij. Een legitieme opvatting, maar de oorsprong van het coronavirus is wel door drie sterrenvlees, zou je kunnen zeggen. Hè? Want het ging om potentieel wild. Dus er worden heel snel verbanden gelegd om een eigen agenda met voorrang zeg maar, in te fietsen. Grenzen dicht, dus ook zo'n reflectie. Een definitief verbod op vliegen. Dat zijn allemaal geluiden die langskomen. En volgens mij is het aan, ik zit hier nog toch in de rol als wetenschapper, geeft het geen pas om nu de crisis te gebruiken voor een eigen agenda. Maar vooral na te denken, wat gaat dit doen? Nou, dit zie je natuurlijk ook volop. Ik ben er zelf een paar keer in beeld. In het begin was het echt even schakelen en wennen, terwijl ik echt geen digibeet ben. En nu ervaar je gewoon dat het digitaal werken ook zo zijn voordelen heeft. En ik kom weer aan boeken lezen toe, want dan kwam ik in de trein of in de auto toch wat minder mee op gang. Nou, een paar relativerende opmerkingen tot slot. En dan ga ik echt in op wat gaat het nu mogelijk betekenen voor de woningmarkt, openbare ruimte en het vak gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, zo u wilt. De binnensteden, die liepen al leeg. En dat is natuurlijk geen prettige boodschap, zeker niet als je ondernemer bent. Maar we stonden al voor de vraag, wat is nu de toekomst van onze binnensteden? Gegeven het feit dat de omzet online jaar in jaar uit stijgt. En de binnenstad, dus als het gaat om retail, ook een andere functie krijgt. Tweede, de woningmarkt. Dat is natuurlijk nu een zorgpunt, maar... Vanuit een puur empirisch perspectief zou je ook kunnen zeggen, nou, het was tijd dat er weer een beetje een crisis kwam, want het was al heel erg oververhit. De woningmarkt was al een drama in drie bedrijven. Daarmee zeg ik niet, we moeten niks doen hoor. Maar ook daar wel een relativering, een beetje ontspanning op die woningmarkt. Kon helemaal geen kwaad, in ieder geval op onderdelen van die woningmarkt. Ik moet wel precies blijven. Nou, je ziet ook
dat de coronacrisis soms een vluchtheuvel is, hè, of een blessing in disguise. De omgevingswet, de invoering daarvan is opgeschoven naar een nog niet bekende datum. Maar ik ga ervan uit dat dat minstens een half jaar tot een jaar gaat duren. En daar werd ook corona in ieder geval genoemd als aanleiding. Dus voor sommigen past het ook wel dat er even wat afleiding is door zo'n crisis. Je ziet ook dat we heel snel nieuwe routines ontwikkelen. Dus dat lijkt me een mooie relativering van deel 1. Waar zitten we nu eigenlijk in? Ja, het is heel heftig, maar durf ook door het oog van de storm heen te kijken. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat zien we gebeuren? Ik ga naar mijn tweede blok. Normaal zou ik nu zeggen tegen een groep, zijn er al vragen, kritische opmerkingen, maar dat gaan we maar niet doen. De betekenis voor de woningmarkt, openbare ruimte, gebiedsontwikkeling en op het eind nog een beetje een soort wrap-up in wat bredere zin. Mijn eerste opmerking daarbij, de woningmarkt bestaat niet. We praten snel over de woningmarkt, alsof dat één samenhangend, functionerend geheel is. Maar er zijn niet alleen hele grote regionale verschillen. En ook binnen regio's zijn grote verschillen. Je hebt ook nog binnen dan een regio te maken met het sociale deel. En het vrije marktdeel en soms nog het tussensegment. Maar om nou te zeggen dat communiceert lekker en dat beweegt mee met vraag en aanbod op een optimale manier. Hè, zoals het ooit door Adams met zijn onzichtbare hand bedoeld is. Nee, daar kunnen we bij de woningmarkt echt niet van spreken. En het volgende plaatje illustreert dat ook. Hier zie je een combi van huizenprijzen en transacties. En nou, dat hoeft denk ik geen nadere toelichting. Het zijn CBS-cijfers verwerkt door BPD, eer wie eer toekomt. Maar daar zie je natuurlijk glashelder. In de donkerrode gebieden, daar functioneert de woningmarkt nagenoeg niet. Daar zijn nauwelijks nog transacties. En in de lichtere gebieden, met name het lichtblauwe, daar is sprake van een overaanbod. En een hele relatief lage prijs. Nou, dan zie je binnen die blauwe gebieden, hè, kijk naar de stad Groningen, maar kijk ook naar Leeuwarden. Dat bedoelde ik net met dat ook binnen regio's dan weer hele grote verschillen aan het ontstaan zijn. Dus dat is wel goed om dat in het achterhoofd te houden als je gaat praten over de gevolgen van corona voor de woningmarkt. Want dat kan dus per regio ook een ander antwoord opgeven. Wel is het zaak om te onderkennen dat we tot 2030-35 ongeveer nog 1 miljoen woningen nodig hebben. En dat is denk ik wel de belangrijkste les van de crisis van 2008. Toen zag je dat alles stilviel en niemand eigenlijk had nagedacht over wat als er een crisis komt. Ja, hoe gaat dat de hele trein van die woningmarkt raken? En nu is er vrij snel geschakeld. Dat is volgens mij vorige week en anders de week daarvoor is dat ook naar buiten gekomen. Is er een groot pact gesloten, stabiliteitspact. Het heet iets anders hoor, maar dat is onder leiding van Stientje van Veldhoven, maar nu inmiddels minister Ollongren, tot stand gebracht, waarbij eigenlijk alle ketenpartners betrokken zijn. Ik heb ze hier de meest in het oog springende opgenoemd, maar denk ook aan de installatiebranche. Omdat de vorige crisis ons heeft geleerd, ja, als we gewoon de crisis uitzingen, dan krijg je en een prop in de pijplijn. Hè. Daar hebben we nu last van. Daarom zijn we nu zo oververhit in grote delen van het land. Maar je ziet ook dat professionals, of dat nu is in de aannemerij, bouwvakkers of in de installatietechniek, maar ook bij adviesbureaus en bij ontwikkelaars en bij overheden, heel veel deskundigheid, capaciteit, iets anders is gaan doen. En ja, daar hebben we nu ook last van. Dus de reden waarom de woningmarkt op slot zat en we te weinig bouwden, dat was ook nog een gevolg van het niet goed acteren in de vorige crisis. En dat zijn lessen die nu wel worden getrokken. Of het voldoende is. Er wordt gesproken over een waarborgfonds bij het kabinet van 10 miljard euro. Maar wel onder voorwaarde dat alle spelers in de keten ook hun verantwoordelijkheid nemen. En dus elkaar ook gaan helpen om de conjunctuur, culturele dip ook minder diep te laten zijn.
Ook hier zie je dat heel veel mensen dan meteen denken de wijsheid in pacht te hebben. Maar net welke mening u het meest aanspreekt. Voor elke mening is een onderzoek beschikbaar. Maar mijn appel is vooral, kijk daar ook doorheen. Dat in een regio de huizenmarkt geen knauw krijgt, dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met waar eerder nog 40 belangstellenden voor een woning waren, dat er misschien nu nog 9 zijn. Maar dan heb je nog steeds een oververhitte woningmarkt. En op andere markten kan een terugval in vraag van dezelfde orde van grootte is gewoon een drama. Dus die precisie, dat zou mijn appel zijn. Naar de toekomst, want daar zit ik hier natuurlijk ook voor. Nou, ik had u al gezegd, alles wordt op alles gezet om vraaguitval te voorkomen. Nou, dat begint natuurlijk. Hè. U ziet die meneer een zak geld knuffelen. Met ook de vraag natuurlijk stimuleren, dus vertrouwen blijven houden. Ik denk wat het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt, dat heel erg helpt om ook mensen vertrouwen te geven. Oké, het is vervelend, er komt een dip, maar we kunnen weer gaan bewegen. Dat is goed voor het consumentenvertrouwen. Tweede plaatje, meer vraag naar suburbia. Daar zal ik straks wat verder op ingaan. En je ziet ook een groep die kiest voor zelfgekozen isolement. Ik hoor nu al verhalen, maar dat zijn niches natuurlijk, van mensen die zeggen, ik ga een huisje die zich dat kunnen permitteren in Lapland organiseren. Ik wil weg van deze wereld vol bedreigingen. Nou, dat is misschien ook wel een stroming die wat meer aanhang zal krijgen. En gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren is ook een stroming. En ik vermoed dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Ik denk wel dat als het gaat om de ervaring die we nu opdoen, als het gaat om digitaal werken en wat dat vergt aan infrastructuur, aan goed internet. Nou ja, ik heb daar 5G opgeschreven. Ik denk dat die mensen wel gek zijn, maar ze zijn toch niet zo heel gek. Want hun verzet tegen 5G, even los van het complotdenken wat erachter zit. Ik denk inderdaad dat het debat over hoe digitaal willen we worden, dat dat nu een ontzettende impuls gaat krijgen. En ik maak in die zin de vergelijking ook met wat in Londen is gebeurd. Ik meen eind 19e eeuw. Door een grote cholera-uitbraak was een discussie die al jarenlang werd gevoerd over het aanleggen van een rioolstelsel met natuurlijk ook forse investeringen. Die is toen beslecht door een cholera-uitbraak. Toen was het in één keer wel binnen een paar jaar geregeld dat heel Londen op het riool kwam. Nou, corona zou wel eens zo'n trigger voor het digitaal werken en dus ook bijbehorende voorzieningen kunnen zijn. Niet alleen in de infrastructuur, maar ook in wat je in nieuwbouwwoningen, gewoon aan, en kantoren ook, als minimum, als basisniveau zeg maar, zou willen hebben. Nou, de gevolgen van corona voor onze binnensteden, daar heb ik ook even wat cijfermateriaal bij gevolgd. Dat is misschien voor jullie niet allemaal één op één leesbaar, hoeft ook niet. Het is vooral ter illustratie en de presentatie kan uiteraard gedeeld worden. Maar ook daar even de omzet in online producten rechtsonder. Ja, weet je, dat had al gewoon grove consequenties voor winkels, met name in binnensteden. En corona zal dat naar verwachting versnellen. In welke mate en hoe structureel, dat is even de vraag. Maar dat we in één keer weer massaal onze boodschappen in de binnenstad zullen gaan doen, dat was al iets wat achter ons lag. Dat was al een afnemend gebeuren. Ik ga naar mijn tweede blok. Of ja, het tweede blok, subblok zou ik moeten zeggen. Het groener wonen. En dat is iets wat natuurlijk ook raakt aan jullie werk. En waarbij ik ook wel voorzichtig wil zijn om daar in absolute termen over te praten. Maar er groeit nu wel een generatie op. Hè. Stel je voor dat je nu in de leeftijd van tussen de 10 en 15 bent, 16. En je kiest ooit voor het vak van planoloog of landschapsarchitect of civiel ingenieur of wat dan ook. Dan is dit wel een ervaring die denk ik heel vormend is. En die je dus ook met je meeneemt. En ik relateer dat ook aan een aantal andere opgaven die we voor corona al hadden. Als het gaat om wateroverlast, maar ook droogte. Kijk ook nu naar buiten en de weersvoorspellingen.
Dan maak ik me als dijkgraaf behoorlijk zorgen, mag ik gerust weten. Maar ook hittestress. Dus we hadden al een agenda die opriep om onze manier van wonen, leven, recreëren wat anders te gaan benaderen. En het debat over wonen werd heel snel digitaal over ben je voor of tegen verdichten dan wel bouwen in het weiland. En ik heb dat altijd een verkeerde discussie gevonden, omdat het volgens mij gaat over ook de onderliggende waarden. En die zijn ook al lang, hè. Ik heb hier een onderzoek van Wageningen Universiteit even erbij gehaald. Dat is al lang en breed onderzocht. En als ik even naar de volgende dia ga, dan kun je dat ook weer economisch vertalen. En dan bedoel ik niet alleen in harde euro's, alhoewel dat in dit onderzoek wel is gebeurd, maar ook in het oordeel wat mensen hechten aan omgevingskenmerken. En dat we die in mijn ogen, dus ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken, ook te weinig in onze grondexploitaties meenemen. Daar zie je toch, en dat ik ben ook van de zakelijke kant, hè, het moet allemaal wel uit kunnen. Maar ik denk dat corona ons wel gaat leren. Al is het maar omdat de andere generatie straks ook die professionele wereld instroomt. Dat waarden die wat minder makkelijk, eenduidig op geld te zetten zijn, dat die ook wel meegenomen gaan worden. Als het gaat om ja, maar hoe weerbaar, hoe robuust, hoe veerkrachtig ben je nu. Ook in tijden van crisis en een nieuwe pandemie. Dat zijn ervaringen die een spoor nalaten. En ik pleit er dan ook voor om, en sommige gemeentes, hè, denk aan de gemeente als Eindhoven, die was er al goed mee bezig. Ik denk dat we in onze GREX, onze grondexploitaties, maar ook in onze keuzes voor gebiedsontwikkelingen op een hoger schaalniveau, ons veel meer goed moeten gaan verdiepen in wat nu ook waarden zijn van het wonen in een ontspannen groene omgeving. Nou, een aantal zal dat aangrijpen om mij weg te zetten in het kamp van lekker bouwen in het weiland, lekker makkelijk. Nee, dat is mijn pleidooi niet. Maar het gaat in een GREX volgens mij om meer dan alleen in een bepaalde termijn kijken wat kunnen we afschrijven en toerekenen als je het hebt over dit soort zaken. En ik ben nu even afgeleid omdat er een appje binnenkomt, dus ik vermoed. Ja, dat is een vraag. Stel dat coronacrisis het leven wonen in steden minder aantrekkelijk maakt. Hoe kan het Nederlandschap er dan uit gaan zien? Daar kom ik op terug. Is beloofd. Verder, want dit waren wat reflecties op de woningmarkt en digitalisering in onze woonomgeving. En ook het wonen in een mogelijk andere omgeving. Ja, de kantoortuin. Hier bij het waterschap wordt dat gesprek nu natuurlijk ook gevoerd. Moeten we daar nog mee doorgaan? En dat zal op heel veel plaatsen het geval zijn. Discussie over basisinkomen. Even los van hoe je daartoe verhoudt. Maar de wijze waarop deze crisis zeg maar de wat minder ja, veerkrachtige ZZP'er raakt. Want er zijn natuurlijk ook ZZP'ers waarvan je denkt, ja, die moeten toch gewoon voldoende buffer hebben om 3 of 6 maanden door te komen. Maar daar waar ZZP'erschap geen vrije keuze is. Nou, dan zie je ook nu wel de reflex opkomen. Ja, wat voor collectieve arrangementen, / basisinkomen, andere voorzieningen, hebben we nodig om ook standvastiger zo'n crisis door te komen? Herwaardering publieke zaak, dat is natuurlijk ook iets wat hoger op de agenda komt. En linksom of rechtsom, en ik heb daar wat relativerende opmerkingen over gemaakt, gegeven de opgave waar we voor staan, hè, klimaatadaptatie, de energietransitie, het verder ja, afmaken van de woningbouwproductie, waar ook nog gewoon geld mee gemoeid is als het gaat om de ontsluiting, infrastructuur, mobiliteit. Ja, dan is het denk ik nog meer zaak om schaarsere middelen goed op elkaar te betrekken. Dus ik verwacht ook institutioneel op de departementen, maar ook tussen overheden en tussen overheid en markt, dat daar een impuls komt. En misschien beleven we ook nog de revival van het verzorgingstehuis op wijkniveau. Ook gewoon vanuit het idee, niet alleen sociaal, maar ook medisch, gezondheidstechnisch, zeg maar, het behapbaar houden van ja, hoe een virus zich kan verspreiden. En dat je veel sneller kunt acteren. Om dat ook te illustreren met de waterschappen, Europees is dat trouwens, zijn we nu bezig om
te kijken of je zeg maar een soort early warning systeem kan organiseren, waardoor je in je rioolwater coronavirusresten detecteert, zodat je meteen helder hebt in welk gebied je even een soort mini-lockdown moet doen om verdere verspreiding te voorkomen. En dan helpt het natuurlijk als je ook wat decentraler je voorzieningen weer kan organiseren. Reisgedrag lijkt me evident. Luchtvaart. Dick Benschop, directeur Schiphol, heeft zelf aangegeven, dit gaat nog jaren duren. Maar hij stelde ook de vraag, en als een directeur van Schiphol dat doet, dan heeft dat toch een andere lading. Misschien moeten we ook nog eens kritisch kijken of alle vluchten die we ook faciliteren ook echt nodig zijn. Nou, als een directeur van Schiphol dat zegt, dan weet je dat dit nog even op de agenda blijft. En de roep om regionale productieketens, die was al volop aanwezig. Ik denk dat die meewind gaat krijgen. Dan ga ik al bijna naar een afronding. En dat vind ik ook leuk, want dan hebben we nog ruim de tijd voor de interactie. Crisis is ook ondernemerschap en creativiteit. Ik heb daar in het begin al een paar woorden over gesproken. En ook hier weer vanuit het volle besef. Hè, het zal je maar raken als ondernemer. Of in je gezondheid of een dierbare. Excuus. Maar op het moment dat je ziet dat de samenleving zoals we nu doen, en dat zie je in veel meer landen, dat je zo'n virus, wat als je niet goed acteert met elkaar, wereldwijd miljoenen en in ons land misschien wel tienduizenden of sommigen spreken zelfs over honderdduizenden slachtoffers maakt met een zorg die totaal overbelast is en eigenlijk niet meer kan functioneren voor de rest van de bevolking. Als je dat met toch verandering van gedrag, andere routines te lijf kan, dan is dat ook heel hoopvol. Want dat betekent dus dat opgave van een energietransitie of een hittestress of droogte of mobiliteit verder een impuls geven, verder verduurzamen. Dat is, dan zou je kunnen zeggen, een makkie wil ik het niet noemen, maar dan zou dat toch ook moeten kunnen. En dat vraagt natuurlijk om een perspectief, om een verhaal. Maar dat zou wel eens een hele positieve bijwerking van zo'n fase kunnen zijn, los van alle ellende. Ter afronding. En ik heb het even in verschillende blokjes proberen te pakken. Wat blijft? En daar waren we al volop mee bezig, alhoewel dat nog niet helemaal overal, in met name bij overheden zeg ik erbij, goed verinnerlijkt was. We zullen, gewoon omdat de middelen schaars geworden, zullen we nog meer de opgave op elkaar moeten betrekken. Ik werk bij een waterschap ook, zoals jullie weten. En uiteindelijk is het AB daar het hoogste gezag. Hè? Dus die bepaalt de koers. Geen enkel misverstand daarover. Maar ook bij het waterschap merken we gewoon dat steeds meer opgaven ook raken aan het watersysteem. En op het moment dat je dan zegt, van ja, als we dan niet de verschillende beschikbare middelen met elkaar bundelen, dan doen we het voor de samenleving gewoon niet optimaal. Even los van de politieke keuzes die erin gemaakt worden. Maar we kunnen het ons niet permitteren om per opgave de portemonnee te trekken zonder die integrale blik op onze omgeving los te laten. Tweede blokje, een aantal processen die zullen worden vertraagd. Een paar voorbeelden zijn al langsgekomen. Soms wordt de corona dan als extra excuus gebruikt. En soms zijn het ook natuurlijk reële vragen. Gewoon omdat de besluitvorming, wij hebben bij het waterschap ook 4 weken op pauze gedrukt om de nieuwe werkelijkheid, zeg maar, met digitaal vergaderen in te regelen. Nou, dat is te overzien. Maar je merkt ook wel, als het gaat om inspraak, participatie, dat vergt ook wel even een aantal lessen en inzichten. En dat gaan we gaandeweg met elkaar ontdekken. Dus een aantal processen zullen worden vertraagd. Maar andere, ik heb ze hier even genoemd, zullen worden versneld. En natuurlijk het digitaliseren en hopelijk ook het samenwerken in de keten van de woningmarkt horen daar ook bij. Aantal fundamentele veranderingen, daar heb ik maar even met rood achter gezet, wellicht. Heel veel mensen willen dat vanuit hun persoonlijke drive. Maar ik vind het nog te vroeg om te zeggen, ja hoor, er gaan fundamentele veranderingen optreden. Daarvoor is het nog
te vroeg. Wel leren eerdere crisissen, maar in verschillende mate ook. Dat soms wel helpt bij een fundamentele verandering. Nou, hier ook genoemd intensiteit van met name het zakelijk reizen. Het toch meer organiseren van regionale ketens. En regionaal kan dan ook zijn Europees. Herwaardering van groen. En dan bedoel ik groen breed. Niet alleen in de zin van een boom of een grasveld. Maar wel ook een openbare ruimte. Waarin de anderhalve meter samenleving zich makkelijk kan organiseren. En mogelijk maatschappelijk ook wel arrangementen in de collectiviteit. Waarbij de overheid anders gaat kijken naar de relatie markt. En dat heb ik me even geïllustreerd als het gaat om arrangementen voor ZZP'ers die daar niet zelf voor hebben gekozen en nu uiteindelijk toch ook collectief gesteund moeten worden. Dat was in 35 minuten mijn inleiding. En dan stel ik voor, tijd voor vragen, dat ik de chat erbij pak. En er zijn al zoveel vragen dat we de komende 24 minuten denk ik wel doorkomen. De vraag, hoe kan het Nederlandse landschap er dan uit gaan zien? Dat was de eerste die binnenkwam. Ja, ook hier moet ik weer niet de rol van voorspeller pakken. Maar als je al die inzichten en mogelijke veranderingen op elkaar gaat betrekken, dan zou het wel zo kunnen zijn, en dat heb ik in mijn oratie vorig jaar ook geduid, dat je gaandeweg Nederland veel meer als één groot samenhangend stedelijk groen-blauw netwerk gaat benaderen. En dat is echt een andere mindset. Ik ben van de generatie die nog is opgeleid, en dat geldt denk ik voor velen van jullie, waarbij het buitengebied, het landelijk gebied, toch als een soort restruimte werd gezien, waar wat boeren hun gang konden gaan en wat natuurliefhebbers. En uiteindelijk, mijn hoogleraar zei altijd, wij planologen, wij maken de stad. Dus buiten de stad, dat deed er eigenlijk niet zo toe. En het groene gebied was gewoon een soort restruimte waar je dan naar hartelust je plannen voor kon maken vanwege een programma voor wonen, werken, verkeer of wat dan ook. En de laatste brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer over de NOVI, die is volgens mij nu ongeveer 2 weken uit. Die geeft er eigenlijk al een beetje richting aan. Namelijk Stedelijk Netwerk Nederland. En er staan zinnetjes in. Hè, en daar kun je natuurlijk nog geen stevige conclusies aan verbinden. En het moet allemaal nog blijken hoe zich dat gaat vertalen. Maar ze schrijft wel op. Nederland is te klein om de inzet alleen op de Randstad te richten. Dus zij pakt in één brief de beweging van toch heel erg van Noord- en Zuidvleugel Randstad georiënteerd. Agendeert ze een aantal grote opgaven, zoals ik ze ook al een paar keer heb genoemd. En gaat ze in één keer een heel ander perspectief op Nederland brengen. Dus dat zou wel eens een fundamentele shift kunnen zijn, die wat mij betreft al opgewerkt werd. Maar door dit soort brieven in tijden van corona wel eens een ontzettende impuls kan krijgen. En dat thuiswerken, als je 3 dagen in de week thuis kan werken, dan is wonen in Twente of Groningen, zeker als er ook nog geïnvesteerd wordt in verbindingen, en mensen ook behoefte krijgen aan een iets groenere, ontspannendere omgeving. Nou, waarom zou dat dan niet de nieuwe werkelijkheid kunnen zijn? Iemand vraagt, heb je voorbeeld van omgevingswaarde, hoe je die in een grondexploitatie mee kan nemen? Die heb ik, maar dat is echt nog op, ik zou bijna willen zeggen, microniveau. Waarbij bijvoorbeeld een project, ik doe het even uit mijn hoofd, Heilige Boontjes, Rotterdam volgens mij, waarbij na heel veel discussie ook is besloten niet voor de hoogste bod te gaan, maar voor een bod waarbij ook reïntegratie van ontspoorde jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bod geïncorporeerd waren. Wat dan wel leidde tot een lagere opbrengst voor het pand en de grond. Maar uiteindelijk bij de afdeling welzijn een besparing opleverde. Nou, dat bedoel ik met een bredere manier van kijken, een andere waarde ook betrekken. En die kun je dus ook op waarde zetten. Maar het begint dan ook met de brede blik en onderkennen dat elke keuze bij gebiedsontwikkeling ook altijd een maatschappelijk effect heeft. En
als je dat goed doordenkt en bereid bent negatieve effecten van keuzes ook op waarde te zetten, nou ja, dan krijg je in ieder geval een andere aanvliegroute in je grondexploitatie. Dus er zijn voorbeelden van, maar nogmaals, Eindhoven heeft hier in ieder geval ook een nieuw beleidskader voor ontwikkeld. Vorig jaar, meen ik, als je dat googelt, dan vind je dat zo. Zie je nog mogelijkheden voor meer community feeling? Is het nodig om meer community te bouwen? Dat vind ik een hele lastige. Want community feeling plannen, dat lijkt mij heel ingewikkeld. Je ziet nu natuurlijk wel dat we, in ieder geval voor de duur van de crisis tot nu toe, gewoon wel een community zijn. 80-90% van de mensen snapt de maatregelen, is zich bereid er ook aan te conformeren. En ja, het zou kunnen dat je daar ook een structurele vertalingen in krijgt in het dagelijks verkeer. Dat mensen iets meer op elkaar gaan letten, iets meer rekening met elkaar gaan houden. Maar ook daarvan zeg ik, dat was al volgens ook de trendwatchers en zo een beweging die eraan zat te komen. Dat er weer veel meer behoefte aan nuance en het midden elkaar weer opzoeken zou zijn. Nou, misschien dat corona ook hier een versnelling aan gaat brengen. Een volgende. Hoe zien we de toekomst van de stad in het kader van mobiliteit? Komt er aan de hand van deze crisis ook een versnelling op de focus van voetgangers en fietsers in de stad? Gezonde en veilige stad. Maar in welke mate en hoe verstrekkend, dat laat zich nu nog niet beantwoorden. Maar je ziet wel in verschillende Europese steden al dat voetgangers en fietsers het hebben overgenomen. En op het moment, het mooiste voorbeeld misschien ook omdat ik dat van dichtbij ken, Brussel. Ik heb er ook familie wonen, ik ben er voor mijn werk vaak geweest. Het lijkt mij ondenkbaar dat een bevolking die stad zich nog laat, het nog toestaat dat die stad wordt terugveroverd door de automobilist. Want als fietser of voetganger ben je daar je leven niet zeker. En in tijden van corona hebben voetgangers en fietsers het overgenomen. En dat zal linksom of rechtsom zal zich dat vertalen in een appel, in een agenda, om ook daar de straten anders in te gaan richten en mobiliteit anders te gaan benaderen. Dus daarmee heb ik denk die vraag positief beantwoord met een voorbeeld. Er gaat een versnelling ontstaan. En in combinatie ook met, dat gaat niet voor alle beroepen, maar heel veel werk kan ze toch ook deels thuis afspelen. En mijn verwachting is dat mensen die thuis kunnen werken, dat nog heel lang moeten blijven doen, of in een mengvorm met shifts op kantoor, shifts thuis. Nou ja, dan ga je ook ervaren, dat merk ik nu in mijn eigen omgeving ook al, dat heel veel reizen niet gemaakt hoeven te worden. Dus ik denk dat dat ook zijn vertaling gaat krijgen in het straatbeeld. Heeft deze crisis inhoudelijk impact op het onderwijs en academisch onderzoek? De toekomstige generatie ruimtelijke ontwerpers en denkers op de TU Delft. Ja. Maar misschien nog niet zozeer op deze generatie. Alhoewel die natuurlijk ook meteen hier op aanslaat en over na gaat denken. Maar mijn stelling is echt dat persoonlijke ervaringen je ook in je leven als professional gewoon vormen. Hè? Die de vaak onbewust, maar die kun je nu eenmaal niet afschudden. Dus bedenk gewoon goed dat over 5 jaar de universiteiten, HBO's en over 10 jaar dus de SWECO's en de waterschappen en de stedenbouwkundige bureaus en afdelingen, die zijn dan bevolkt door mensen die deze ervaring hebben. En dat zet je in een andere groef. Hoe dat precies door gaat werken, weet niemand. Maar ook hier voluit een ja, dit gaat betekenis krijgen. Een volgende. Vroeger hebben overheden gereageerd op gezondheidscrisissen met beleidsinstrumenten. Bijvoorbeeld de woningwet. Kan de omgevingswet een rol spelen in het opvangen van de crisis in onze steden? Ja, dan ben ik bijna geneigd om een college omgevingswet in te gaan zetten. Maar dat zal ik maar niet doen. Kijk, de omgevingswet gaat een aantal zaken echt fundamenteel veranderen. En een van de belangrijkste is wat mij betreft toch die digitalisering.
Dat wordt denk ik ook zwaar onderschat nog door heel veel beslissers en adviseurs. Waarom de belofte van de Omgevingswet, en ik weet dat die nog ingelost moet gaan worden, maar de belofte van de Omgevingswet is toch dat straks alle relefante informatie over de leefomgeving, of het nu gaat om water, lucht, bodem, geluid, verkeer en vervoer, maakt niet uit, dat die voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk is en ontsloten is. Dus daarmee is het informatie, het kennismonopolie van de overheid of van planbureaus is gewoon klaar. En dat gaat een heel andere dynamiek geven. Dan maak ik even een bruggetje naar een van mijn slides als het gaat om creativiteit en ondernemerschap. Ik denk dat dan groepen burgers, maatschappelijke organisaties, ook ondernemers, met die informatie onder de vlag van de Omgevingswet zelf ook gaan bedenken wat wel of niet kan en wat wel of niet binnen wettelijke kaders uitvoerbaar is. Dus dat gaat ook een heel andere relatie geven tussen overheden en de samenleving. Dan zou het wel zo kunnen zijn, en dit gaat echt nog 10 jaar duren, begrijp me niet verkeerd, dit is niet volgend jaar geregeld, maar het zou wel zo kunnen zijn dat in de toekomst het werk wat nu door vele ambtenaren en professionals wordt gedaan, dat dat door collectieven van burgers wordt gedaan en dat die de overheid komen vertellen, we hebben het allemaal al bedacht, uitgerekend, het kan, het mag, u moet ook nog iets vinden. En de buren zijn er trouwens ook al mee eens. Dus dan krijg je een totaal andere dynamiek en ik ga even aan een extreme kant hangen, doe ik bewust. Maar dat is wel iets wat ik tot de mogelijkheden zie behoren. De instrumentele kant van de Omgevingswet, die maakt de keuzes niet. Dat is gewoon een nieuwe gereedschapskist. Daar zullen we mee moeten gaan werken als die wet eenmaal is ingevoerd. Wat de wet wel gaat brengen, is het ook wel echt op elkaar betrekken van die verschillende opgaven. Een voorbeeld helpt misschien, anders blijft het abstract. Nu ken ik een gemeente die in tientallen bestemmingsplannen heeft georganiseerd dat er nergens iets kan als het gaat om de energietransitie. Geen zonnevelden, geen windmolens, geen biovigisters, geen geothermie. Diezelfde gemeente heeft collectief in de hele gemeenteraad uitgesproken, wij willen in 2030 CO2 neutraal zijn. Nou, als je in 30 bestemmingsplannen de complexiteit organiseert en nergens aangeeft waar iets kan, ja, dan loop je als gemeente, weet je, je komt je eigen ambitie weliswaar niet na, maar ja, je kan vluchten als het ware in 30 bestemmingsplannen die steeds aangeven wat er niet kan. Maar op het moment dat de Omgevingswet je gaat dwingen in 1 omgevingsplan die belangen te wegen, dan heb je geen juridisch houdbaar plan op het moment dat de gemeenteraad zegt in de inleiding van het omgevingsplan, wij willen in 2030 CO2 neutraal. En in de uitwerking van het omgevingsplan vervolgens nergens ruimte geeft voor initiatieven. Dan zal een Raad van State naar verwachting zeggen, ja, maar u moet in uw plan dan ook wel aangeven hoe u daar uitvoering aan gaat geven en welke ruimte u dan biedt. En dat is een pluspunt, zoals ik het zie, van de Omgevingswet, dat we de Omgevingswet gaat ons dwingen door die instrumentenkoffer van dat ene omgevingsplan met name, om die belangen in samenhang te wegen. En dat gaat natuurlijk heel veel debat en discussie politiek maatschappelijk opleveren, maar uiteindelijk is dat beter dan steeds vluchten in een complexe wereld van tig bestemmingsplannen en sectorale stelsels en nooit het antwoord geven. Daardoor is mede ook de woningmarkt in mijn ogen stilgevallen. Een beetje lang antwoord, maar dit heeft ook wel een beetje mijn bijzondere interesse. Ik ga nu even van onder naar de vragen kijken, want er zijn er zoveel. Dank trouwens voor uw bijdrage. Wie zou volgens u de hoofdrol moeten spelen in het herzien van uitgangspunten met betrekking tot gebiedsontwikkeling? Ja, pleit u bijvoorbeeld ook voor het terugkeer van het ministerie van Vrom? Nou, ik zou willen zeggen, hou LinkedIn en de site van de leerstoel in de gaten, want ik ben met mijn voorganger Friso de Zeeuw en nog een paar anderen bezig om het is inmiddels een boekje aan het worden, om een nieuw sturingsconcept voor de fysieke leefomgeving te doordenken. En dat is ingegeven
Dat is misschien ook wel goed om even met jullie te delen. Dat je aan de ene kant de laatste jaren ziet met het College Rijksadviseurs, maar ook Wageningen Universiteit met Nederland in 2021. Dat er best wel veel perspectieven zijn verschenen die op zich waardevol zijn en inspirerend over Nederland over 100 jaar, zal ik maar zeggen. En gelijktijdig je een Tweede Kamer ziet die woningbouwlocaties aanwijst. Of een motie aanneemt, even los van de rechtsstatelijkheid daarvan, dat de minister van Vrom moet terugkomen. Dus je ziet dat we heel kort op de bal spelen, enerzijds in het hier en nu. En aan de andere kant vluchten, zou je het kunnen zeggen, in perspectieven voor over een eeuw en verder. En ons vak gaat over wat gaan we de komende 10, 20 jaar doen. En ik denk dat de coronacrisis ons ook daarbij gaat helpen. En dat heeft, wat ik al zei, te maken met die schaarsere middelen. Maar ook met de komst van de Omgevingswet. Als wij niet kijken hoe we droogte en een ontspannen openbare ruimte met een ontspannen woonomgeving goed bereikbaar. Als we daar niet in samenhang een perspectief op gaan richten. En dat moet vooral regionaal gebeuren hoor. Dan komt het gewoon niet goed. Maar het gaat goed komen, want uiteindelijk hebben we ons een aantal doelen gesteld die gewoon tot keuzes moeten gaan leiden. Hè. Kijk naar de stikstofdiscussie, een PFAS-discussie, de energietransitie waar we voor staan, die miljoen woningen die we moeten bouwen. Als je die sector al blijft benaderen, dan kun je per keer loop je vast en kom je geen stap verder. Dus ja, wie zou volgens u de hoofdrol moeten spelen? Ja, ik wil niet zo onbescheiden zijn om te zeggen van dat wil ik zelf wel zijn. Maar het boekje wordt aan het ministerie aangeboden, zullen we maar zeggen. En hopelijk doen ze daarbij een nieuw kabinet hun voordeel mee. En ik wil een tipje van de sluier oplichten. Heel vaak moeten we nu vanuit sectorale beleidsstelsels met bijbehorende middelen proberen de integraliteit te zoeken, de samenhang. En wat mij betreft zou de nieuwe default, de nieuwe norm zou moeten zijn, samenhang voorop. En je moet je juist uitleggen, hè, verklaren als je toch tot een sectorale keuze maakt. Dus je moet hem als het ware kantelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik verwacht wel dat te gebeuren staat. Het is 1:08. En om 12:30 moet ik alweer een overleg voorzitten, maar ik kan denk ik nog een paar vragen erbij pakken. Crisis leidt tot extra focus op de directe groene woonomgeving en benodigde voorzieningen. Hoe en door wie kan juist hierin worden geïnvesteerd? De meerwaarde voor klimaat, biodiversiteit. Nou ja, dat raakt denk ik ook aan mijn betoog van zo even. Kijk, ik vanuit de leerstoel praat ik, en dat is wel het mooie, met en beleggers. En dat zijn beleggers, onze pensioenfondsen zou je kunnen zeggen. Dus dat zijn de beleggers die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. De Nederlandse ontwikkelaars, de grote, die zijn ook allemaal bereid om binnen natuurlijk hun kaders van continuïteit en rendement ook te investeren. Maar we zitten ook in een soort gek soort gijzeling, zeg maar. Dus daar waar we vanuit het opdrachtgeverschap, want dat zit nog steeds in publieke handen natuurlijk, niet die samenhang ook benoemen en daar voor de lange termijn een perspectief willen schetsen, is het voor beleggers en ontwikkelaars ook heel lastig om ander gedrag te gaan vertonen. Dus mijn antwoord op deze vraag is, ook de markt is bereid te investeren in kwaliteit. Alleen, dan moet ook het perspectief zijn op een gebied. Hier gaan we voor biodiversiteit, voor droogte, voor een groene omgeving. En dan hebben we minder opbrengsten misschien in de grek zoals we hem altijd maakten. Maar maatschappelijk is dat een gewenstere propositie. En dat tekenen we. En dan weet je ook niet precies wat je de komende 20 jaar tegen gaat komen. Maar die manier van werken past nog niet echt bij de Nederlandse cultuur. Maar er zijn genoeg voorbeelden, ook van eeuwen oud, waarbij markt en overheid elkaar op een goede manier hebben gevonden. Dat is misschien ook wel mooi wat je nu bij corona ziet. Hè? Dat bedrijven heel snel schakelen vanuit een maatschappelijk vraagstuk. Natuurlijk ook vanuit bedrijfseconomische overwegingen. Er is ook niks mis mee. En dat zou bij gebiedsontwikkeling ook een impuls kunnen gebruiken. En ik denk ook dat die er aankomt.
Even naar boven nog. Ik kan helaas niet iedereen recht doen die een vraag heeft ingebracht. Is het volgens u wellicht het moment om bij het verder / opnieuw inrichten van onze steden meer rekening te houden met effecten zoals urban heat islands? Ja, maar ik zeg erbij, dat moment was bij mij al aangebroken puur door wat empirisch materiaal tot me te nemen. Ik heb, die heb ik nu niet in de presentatie staan, maar in de stad Eindhoven. Ik geloof niet dat stadsrechten heeft trouwens, dus ik moet zeggen dorp Eindhoven. Was in 2018 de gemiddelde etmaaltemperatuur op sommige plaatsen. En dat was volgens mij een collega van jullie zelfs die dat uitgezocht heeft. Maar er was op sommige plaatsen de etmaaltemperatuur 5 graden hoger dan in de omliggende gebieden. En als je dan bedenkt dat we vorig jaar 3 dagen van 40 graden hebben gehad, meer zelfs. En dat dat, ja, ook hier geldt weer, voorspellen is lastig. Maar je mag er toch van uitgaan, want tot nu toe gaat de werkelijkheid harder dan de modellen, zeg maar, dat dat toch wel een nieuwe norm wordt voor Nederland. Ja, dan is 45 graden. Is natuurlijk een absurd hoog getal als je ook nog weet dat onlangs Marten Scheffel van Wageningen Universiteit heeft laten zien dat over de hele wereld de gematigde klimaten de meest vitale economieën en samenlevingen ook opleveren. Dus ja, maar corona zal ook hier een versnelling opleveren. Maar wat mij betreft waren het moment al genaderd om te zeggen, ja, dat zijn onmenselijke situaties, daar moet je in gaan grijpen. Even kijken, hoe ziet u... het is 26, ik pak er nog eentje uit. Hoe ziet u inzichten in verstedelijken rond OV-knooppunten, terwijl de verwachting is dat er minder gebruik van OV gemaakt gaat worden? Leidt dat dan niet tot toch weer meer auto's? Ja, dat is misschien wel een hele goede cliffhanger of iets wat je ook aan de mobiliteitsspecialist zou mee kunnen geven als vraag. Dat vind ik namelijk een hele wezenlijke. Dat mogen helder zijn. In hoeverre gaan wij weer collectief met elkaar opeengepakt in bussen en treinen zitten? En dit zou ook wel eens een enorme impuls voor de semi-autonoom rijdende auto kunnen zijn. Ik zag vanochtend, ik mag van het waterschap een Tesla 3 rijden, of mag, dat wordt ook fors op aangeslagen hoor, met plezier. Maar toch even, het gaat niet om mijn auto, maar ik zag een update binnenkomen vanochtend met dat hij nu echt zelf gaat rijden en hij is daarin al heel ver gevorderd. Dus als die techniek, de auto-industrie was ook al bezig met verregaand innoveren, dat zou wel eens inderdaad hele forse consequenties voor ons OV-gedrag kunnen gaan hebben. Maar ook hier met grote voorzichtigheid. Want ik ga anders de voorspeller uithangen. Maar dit is zeker een item wat de komende weken, maanden, ook in Delft, nader aandacht zal krijgen. En dat gaan we meemaken met elkaar. Ik ga afronden. En voor nu, dank voor jullie belangstelling. Ik hoop dat het voorzag in een behoefte. En mogelijk tot een volgende keer. Ook al was het heel vervreemdend om niemand in de ogen te kunnen kijken, ik had toch het gevoel dat jullie erbij waren. Dus tot ziens. Bedankt. Beste kijkers, bedankt voor het volgen van het eerste online Zweco College. We hopen dat